Welkom bij Vera D. Rek en strek. Ontspanning, stress, verlichting. Laten we starten met de ademhaling in kruiszit. Adem in en adem uit. Ontspan. Vergelijk je ademhaling met de vloed van een rustige zee die vloeiend op en af gaat. Stretchen is een makkelijke manier om direct te ontspannen en te ontstressen. Vandaag een rustige en herstellende strek- en rekroutine in een zittende houding. Laten we starten. Ontspan je lichaam en je geest. Adem en voel je buik rijzen en dalen. Ademen. Leg je voetzolen tegen elkaar. Breng de hielen zo dicht mogelijk bij het bekken, maar houd de rug recht. Laat je knieën naar buiten vallen en duw je borst vooruit. En rek je rug verder omhoog. Oprekken. De vlinder of gebonden hoek. Houd de opwaartse beweging aan van de rug. Oprekken. Openen van de borst. Rekken van de ruggengraat. De heupen, de dijen. Keer terug naar je ademhaling. Focus. Inademen. En uitademen. Als je de oefening wilt versterken, buig dan op een uitademing met een rechte rug voorover vanuit je heupen. En breng je kin zo dicht mogelijk bij de grond, wat voor jou haalbaar is. Houd dit enkele ademhalingen vast. Focus op je ademhaling. Ontspan. Laat de spanning los. Laat los, kom langzaam omhoog, naar het centrum. Vanuit de vlinder gaan we naar de zittende hoofd naar knie. Strek één been voor je uit en trek je andere voet dicht naar het bekken, perineum. Verschuif je romp, recht voor het gestrekte been. En buig mijn rechterrug voorover. Trek je tenen op naar je scheen. Houd de rug recht. Rek verder uit. Adem in. Hou vast. Adem uit. Buig dieper in de houding. Rug recht. Blijf je rug verder uitrekken. Maak je lang, maak je groot.
Laten we nog enkele keren diep in- en uitademen in deze houding. Keer terug naar het centrum en breng het been zijwaarts in de halve spreidzit. Ademen. Inademen, rek je tegenovergestelde arm naar het plafond. Oprekken, maak je lang, maak je groot, kijk naar je hand. Buig zijdelings op een uitademing. Open je ribben en borst. Voel de ruimte in je borstkast. Voel de ruimte tussen je ribben. Blijf bewust van je ademhaling. Kom naar het midden, kom naar het centrum. Laten we verder rekken. Inademen, oprekken. Uitademen, buig voorover. Hier ook met rechte rug. De halve vlinder met vooroverbuiging. Ademen. Steun op je handen of op je onderarmen. Voetflex. Duw jezelf omhoog naar het centrum. Kruis je gestrekt been over het gebogen been. Trek je knie naar je borst. Rek op van je stuit tot aan je kruin. Maak je lang, maak je groot. Draai je borst en schouder naar de rechterzijde. Tijdens een uitademing kijk over je schouder heen. Voel de stretch in de bilspier, rug, borst en in de schouder. Ademen. Laat alle spierspanning gaan in heel je lichaam. Laat los en ontspan. Laten we vervolgens verder de bilspieren rekken en de heupen openen. Herthouding met rugdraai. Zwaai je bovenste gebogen been naar achteren en leg hem in een rechte hoek. Beweeg je voorste voet van u af, weg van het centrum. Probeer een rechte hoek te maken met je knieën. Ademen. Leg je rechterhand op je linkerknie voor een rugdraai. Inademen, rek op en draai de romp naar de linkerzijde op een uitademing. Houd beide zitbotten tegen de vloer. En houd de opwaartse beweging van je romp aan. Open je borst, je schouder. Herthouding met rugdraai. Laten we de positie even vasthouden. En keer terug naar je ademhaling. Ademen.
Laat los en kom naar het centrum. In de vlinderhouding. Voetzolen tegen elkaar. Rug oprekken. Van stuit tot aan je kruin. Rek op, maak je groot, maak je lang. Zittende hoofd naar knie. Strek het andere been naar voren. Inademen, oprekken. Schuif je romp zijwaarts, recht voor het gestrekte been. Uitademen, buig voorover met rechte rug. Deze vooroverbuiging heeft een kalmerende werking op je lichaam en geest. Focus op je ademhaling. Adem in en rek op. Adem uit. Ga dieper in de houding. Inademen, oprekken, uitademen. Buig dieper in de houding. Zittende hoofd naar knie. Kom terug naar het centrum, breng het been zijwaarts in de halve spreidzit. Hand op je scheen, voor of achter je been. Rijk je tegenovergestelde arm naar het plafond. Rek op, kijk naar je hand. Buig zijwaarts op een uitademing. Lateraal rekken. Voel de ruimte tussen je ribben. Ademen. Hoe dieper je ademhaalt, des te rustiger je wordt. Ademen. Naar het centrum en buig voorover op een uitademing. Steun op je handen of op je onderarmen. Halve gebonden hoek of vlinder met vooroverbuiging. Duw jezelf omhoog, kruis je gestrekt been over het gebogen been. Trek je knie naar je toe. Rek op, van je stuit tot aan je kruin, maak je lang. Rug draai naar de linkerzijde tijdens een uitademing. Kijk over je schouder. Ademen. Focus. De wervelkolomdraaiing houdt de ruggengraat soepel, lenig en jeugdig. Laat los, draai naar het centrum en kom in de herthouding. Zwaai je bovenste gebogen been naar achteren en leg hem in een rechte hoek. Beweeg je voorste voet van u af, weg van het centrum. Knieën in een 90 graden hoek. Rek je op, maak je lang.
Ademen. Ruggedraai. Leg je linkerhand op je rechterknie en draai de romp naar de linkerzijde tijdens een uitademing. Houd de zitbotten op de grond. Houd de opwaartse beweging van de romp aan. Open je borst en schouder. Laten we deze positie even vasthouden. Leg de focus op je ademhaling. Ademen. In en uitademen. Maak je groot, maak je lang. Rek op. Naar het centrum. Kom in de vlinderhouding, voetzolen tegen elkaar. Oprekken en buig naar voren in de sterhouding. Voel de rek in je onderrug, je bovenrug en je innerlijke dijbenen. We vormen met ons lichaam een ster. De knieën, de ellebogen en met de ronde rug, de sterhouding. Duw jezelf omhoog en kom in ruglig voor de liggende wervelkolomdraaiing. Ruglig. Leg je rechter enkel op je linker dijbeen en duw je knie van het centrum weg. Beweeg de benen naar de linkerzijde. Strek je rechterarm langs je hoofd en rek op. Is dit te intens, leg de armen gestrekt zijwaarts. Adem rustig door. Blijf doorademen. Kom naar het centrum. Ander been. Leg je linker enkel op je rechter dijbeen en duw je knie van het centrum weg. Beweeg de benen naar de rechterzijde. Strek je linkerarm langs je hoofd en rek op. Ademen. Blijf rustig doorademen. Geniet van deze houding. Ontspan. Laat los. Kom terug naar het midden
laten we gaan eindigen. Knieën naar je borst optrekken en sluit je ogen. Breng je handen op je dijen. Open de benen lichtjes en ontspan. Geef jezelf even de tijd om te ontspannen. Voel je lichaam. Voel je ademhaling. Ademen. Je verdient dit moment. Neem dit moment voor jezelf om een opwaartse spiraal op te starten. Bedank jezelf hiervoor. Blijf rustig liggen. Rusten, ontspan. Laat de spanning los. Rol in zijlig. Blijf even in deze houding. En als je klaar bent, duw jezelf omhoog in kruiszit. Er is geen haast bij. Neem zoveel tijd als nodig en geniet van dit moment. Bedankt om te kijken en mee te doen. Tot de volgende. Dag.